Schatjes, zeg, hebben jullie vorige week goed kunnen dansen? Je mag altijd filmpjes doorsturen, zodat ik die ook eens kan bekijken. Deze week een paar leuke oefeningetjes met wc-papier. Kijk! Ga snel 4 rolletjes wc-papier halen en dan doen we daar een paar oefeningetjes mee. Gooi op en vangen. Nee, eerste oefeningetje. Zit de wc-papierrolletjes gewoon voor jou. Nu, wat is de bedoeling? We gaan proberen de wc-rolletjes te tikken en door onze knieën te gaan. 1. Oké, terug. 2. 3. Sta je nu een beetje ver, dan kom je een beetje dichter. 3. 4. Als dit te gemakkelijk is voor jou, kan je dit al eens proberen met 1 been. Wie van jullie kan er op 1 been staan? Probeer het eens en zie eens wat het geeft. Tik. Tik, tik. En terug naar boven komen. Tik. Oh, en niet vallen. Up en terug naar boven komen. En terug naar boven komen. Als dat gelukt is, kan je dat ook eens doen met de andere voet. Oké? Dat is de eerste oefening. Nu, de tweede oefening. Zijn jullie klaar? Ik ben benieuwd. Je neemt 1 wc-rol. Eentje. Die andere 3 leg je even opzij. Je legt de wc-rol op de grond. En je stapt erover. Je stapt erover. Je stapt erover. Super. Lukt dat goed? Kan je eens met 2 voeten tegelijk springen. 1. Goed. 2. Goed zo. 3. Super. Als je dat 10 keer hebt gedaan, dan is het wel eventjes tijd om uit te rusten, hè? Want dan ben je een beetje moe. Nu, om het nog moeilijker te maken, en wie weet, kunnen jullie dat wel? Kan je erover springen, naar voor springen en erachter over springen? Oh, moeilijk, moeilijk. Maar ik denk wel dat jullie dat supergoed gaan kunnen. Ook weer, na 10 keer, kan je eventjes rusten. Want dan ga je een beetje buiten adem zijn. Nu, als je een beetje bent uitgerust, kan je terug de andere wc-rolletjes nemen. Die andere wc-rolletjes leg je naast elkaar. En ik heb mij laten vertellen dat jullie goed torens kunnen bouwen. Ik ben benieuwd. Maar je gaat goed je evenwicht moeten kunnen bewaren. Let op. Je gaat op handen en voeten staan. Op handen en voeten. Met de poep naar boven. Hoe meer dat je de poep naar beneden doet, hoe moeilijker dat het eigenlijk wordt. Wat ga je doen? Je steunt op 1 arm. Je neemt wc-rol 1, je zet wc-rol 2 erop, wc-rol 3, wc-rol 4. En je bouwt hem terug af. Als dat is gelukt, dan ga je naar je andere hand. En dan kan je eens je poep een beetje naar beneden doen. En dan bouw je hem terug op. Zo, zie je? Zo'n hele grote toren. Heel knap. En terug afbouwen. Hup. En dan terug opnieuw. En doe dat zo een aantal keer tot dat je moe wordt. En denk eraan, ik wil echte torenbouwers zien, hè? Alright, succes, hè?